welkom bij StadsTV Breda, bij het programma Breda in Beeld TV. Onze verslaggever Ivo gaat leren beatmixen op de DJ-school in Breda. Dat het meer is dan alleen op de playknop drukken, zult u zo zien. Je kunt al een cursus volgen vanaf 11 jaar. Maar we zien eerst Ivo in gesprek met DJ Dave. Vandaag sta ik bij de DJ-school aan de Grenssteen in Breda. Breda kent vele DJ's, de allerbekendste natuurlijk DJ Tiësto. Ik ga het ook proberen. Vandaag ga ik leren beatmixen hier bij de DJ-school in Breda. Nou Colin, welkom bij de DJ-school. Ik ga je zo meteen even uitleggen over deze cd-spelers. Het is allemaal apparatuur van de Pioneer die we hier gebruiken. Gewoon standaard twee cd-spelertjes en een mixer. We kunnen ook op deze cd-spelers, net als bij die andere set, kunnen van USB en CD draaien. Alleen vandaag heb ik de USB's meegenomen. Vandaag krijg ik mijn cursus van Dave. Hoi Dave. Goedemiddag Ivo. Hoi. Je komt beatmixen op de DJ-school Breda. Ik kom een poging wagen inderdaad. Ik zie hier fantastische apparatuur die mij eigenlijk niet zoveel zegt. Zou je mij er wat over kunnen uitleggen wat dit allemaal is, wat ik ermee kan? Wat je er sowieso mee kan is muziek draaien. Plaatjes draaien is nog zo jaren 80, dus dat doen we niet meer. Wij gaan hier gewoon muziek op draaien. Dit zijn allemaal digitaal aangestuurde producten. Dus je kan hier zowel de USB-stick, CD kun je erin stoppen. En je kan ze via het netwerk, kun jij je muziek gewoon op jouw apparaat zetten. Oké, dus ik kan mijn oude cd's meenemen, ik kan me net gedownloaden, nieuwste hit. Downloaden doen we niet. Wij gebruiken alleen maar officiële cd's of gekochte muziek van internet. Dus het illegaal downloaden doen wij niet. Oké. Okay. Dat is voor de kwaliteit. Voor de kwaliteit, begrijp ik. Maar ik zou natuurlijk, mocht ik nog iets niet hebben gebrand, dat ik wel op de computer heb staan, snel een USB-tje toch mee kunnen nemen. Ja, dat kan altijd. Kan zowel in deze machine, dat kan sowieso. Hier stop je een USB-stick in, die kan je ook daarin stoppen. En zoals je ziet, heeft iedere CD-speler een USB-aansluiting. Een USB-poort. Zometeen komen we daar, want deze heeft nog iets speciaals. Want dan kunnen we de opnames ook nog eens een keer mee maken tijdens onze set. Oké. Het belangrijkste met beatmixen is het goed luisteren naar de muziek. En dan zitten er ook tellen in altijd, ja. Hè? Wat wij altijd hier leren aan onze cursisten is dat ze in ieder geval tot 32 moeten tellen. Meer hoeft niet, minder juist wel. Dus 4 tellen, minimaal. 1, dus 2, mocht je hier willen komen, moet je in elk geval tot 32 kunnen tellen. Ja, nou, dat is iets wiskundig, hè? Nou, dat is heel erg belangrijk voor het aantal beats per minuut. Hè, want dat zie je ook op de display staan, aantal beats per minuut. Dit liedje loopt dan op 130,7 beats per minuut. Ja, en deze moeten we dan even gaan zoeken. Hier staat nog geen liedje bij natuurlijk. Nee, zullen we er even een uitzoeken. Rihanna. Ja. Maar deze begint niet gelijk met een beat. Nee, en deze die heeft natuurlijk wel een beat. En die heeft een beat. Deze begint dan gelijk met een melodie. Met de beat. Ik draai aan het wiel om hem in gelijke curve te zetten. Okay. Wat doe je nou precies als je hier aan draait? Als ik hier aan draai, kan ik hem sneller laten lopen. Dus je verhoogt eigenlijk hiermee de beats per minuut. De snelheid. Ja, de snelheid van aan. Als je straks gaat leren mixen, zeg maar, dan kan je hier een andere USB in stoppen om je set op te nemen, zeg maar. Zijn naar de rand terug kan luisteren. Dus dat we bijvoorbeeld samen naar kunnen kijken en zeggen van hé, hier ging het mis of hier moet je de plaat langer door laten draaien. Zou we zeg maar tips kunnen geven terwijl je terugluistert, zeg maar. Oké. Dus de tijdelijke snelheid. Ja. Hè? Dus met het fietsen leren fietsen, even een duwtje geven en dan kun je verder. Ja, nou, dus met dit verhaal ook even een extra duwtje geven. Je kan hem ook scratch modus zetten, hebben we nu even niet nodig. Wat ik graag van jou wil horen en zo meteen ook zien, is van dat je deze platen gewoon op de tel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lijkt heel makkelijk, maar waarschijnlijk is het toch best lastig om het goed te kunnen. Het is best lastig, maar ik wil toch vragen aan jou om het ja, eens een keer te proberen. Ja, ik ga het proberen. Zal ik de microfoon van jou overnemen? Die, ja, dat is natuurlijk wel handig.
Ja? Even kijken. En dan dus we gaan is die gewoon playknop en playknop. Dat klopt helemaal. Je mag hier ook verder op... hoef ik niks aan te doen. Nee joh, nou ja. Wat wel belangrijk is als DJ, dat je een bepaalde houding hebt. Dus hey, hier ja. ben ik. We gaan nu even plaatje, beat mixen. We starten deze, we tellen tot 8 en we zetten deze erin. Lukt het niet? Duw je op cue en dan start je hem nog een keer. Uiteraard, wij hebben hem nu live even scherp gezet. Normaal gesproken heb je een koptelefoon. Eén oor heb je vrij aan de monitorkant. Dus als je de microfoon vasthoudt, dan ga ik het even voordoen. Dan zetten we hem zo op. Dus mensen thuis, als jullie op stap zijn en jullie denken, doet die DJ al een keer met die koptelefoon die heeft of zo? Oor naar de monitor. Ja. Die heb je nodig. Dan druk je op cue. Dat is de cue-knop. Jullie horen nu niks, maar ik wel. Ja, ik hoor nu niks en jij hoort het liedje dat net opstond. Dit hoor ik. Ja? Op mijn koptelefoon. Gewoon 128 beats per minuut. Dus zeg maar. Dit is ook hetzelfde als Dave net uit heeft gelegd. Het maten tellen, zeg maar. Nou, dat doe je bij deze plaat ook. Alleen dan. Dit is weer natuurlijk een heel andere plaat, maar dezelfde snelheid is. Of de snelheid is hetzelfde. Ja, QQ. Begin ik met deze. Ja. Dan gaan we even samen tellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Die ook op je? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ga je nou te snel of te langzaam? Het is heel belangrijk om je tel vast te houden. Niet versneld te niet te gaan versnellen, want je hoeft geen bus te halen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eigenlijk moet ik die achtste tel wel laten doorlopen. Niet op de achtste tel, maar... De achtste tel laten gaan. Ja? Oké, dan gaan we nog een keer proberen. Okay. Gaan we, Breda? Kom op. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deze die gaat een stuk sneller. Je moet sneller aan. Klopt. Daarom is het ook belangrijk een plaat starten en direct even of de rem erop zetten of een zetje geven. Of het gas erop. Ja. En dan heb je deze lopen, maar ook deze. Weet je dat ze elkaar overvloeien gaan? Belangrijk is de klankkleuren erbij te zetten. Dus als ik aan deze draai, verhoog of verlaag ik de bas. Ja, doe maar. Maar nu lopen ze allebei door elkaar zonder dat het vervelend aan was. Uit elkaar liggen qua genre, qua snelheid, die eigenlijk gewoon eentje dat is bijvoorbeeld rock en de andere is Andreas. Dat zou ook gewoon kunnen. Dat kan. Kunnen wij laten zien? Zoiets uit of rock of Andreas, maar iets dat helemaal uit elkaar ligt. Dat kan. Goed luisteren naar deze, tellen. En dan één starten. Dus het is eigenlijk alleen in dit geval is het alleen de play druk, hoor. Ja, ze staan al goed. Maar even kijken of je het gevoel hebt, zeg maar, de maten kan tellen, dus. Oh ja, op die manier. 1. Nu heb ik hem even een beetje op gehoor, heb ik hem goed gezet. Dat het perfect is, dat zeg ik nu al, dat ga ik niet garanderen. Nee, dus, maar het is ook waar even uit elkaar. We liggen lekker met z'n allen op straat. Hallo, Fernando. Cocktailtje erbij. Ja, dat is een beach party.
De cocktails in de lucht. We gaan met z'n allen. En dan gaan we daarna uitbrengen. En nu gaan we terug naar het strand. Kan wel, het is wel vet. Ja. En zo doen wij dat, althans met carnaval heb ik dat ook gedaan. Dat je gewoon echt van een danceplaat gewoon naar carnaval gaat. En van, carnaval... Ja, want dan heb je in die weken van carnaval doen ze dat ook allemaal. Ja. Dan heb je eigenlijk een hele avond house. Ja. Alleen ja, dan, het is bijna carnaval, dus dan moet even die aladen door. Ja, precies. Maar toch klinkt dat ook niet slecht natuurlijk. Nee, maar dat is namelijk, dat is zijn DJ's, die improviseren, creatieve mensen. DJ's zijn ook over het algemeen gewoon creatieve mensen. Die doen meer met muziek dan gewoon een plaatje daar. Want je hebt radio DJ, DJ's die op de playknop kunnen duwen. Maar je hebt ook DJ's die heel erg creatief zijn. Ja, die echt een leuke set kunnen maken. Precies. Ja. En dus de mensen die dubstep maken zijn heel erg creatief. Nou, dit is dan een andere versie. Maar als deze leuk tellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hey, ik vier mijn verjaardag. Kan je bij mij setje komen draaien? Een set komen draaien. Ja. Wat is dan. Als ik zeg van ik laat het helemaal aan jou. Hè? Dus jij draait wat jij leuk vindt en dan. Ik vertrouw het op jou. Ja. Wat zou je dan voornamelijk draaien? Wat ik zelf draai. Ja. Ik draai wat mijn publiek leuk vindt. Ik kijk heel erg naar het publiek. Want DJ is niet alleen maar plaatjes draaien. Daar hebben we het net al over gehad. Maar zo kijken naar het publiek. Waar reageren ze op? Vinden ze merengue leuk? Vinden ze salsa leuk? Latin house leuk? Vinden ze dubstep leuk? Dit kun je dus in deze combinatie. Begin van de avond gewoon proberen. En dan zie je mensen reageren van. Hey, dat is wel gaaf. En dan kan je dan gerust een stukje dubstep draaien. Dus als ik bij jou kom draaien. Is niet helemaal dubstep. Of house. Nee, dat is ook. Lekker La Bamba en salsa. We gaan gewoon lekker met z'n allen feestje. Ja, maar je kijkt natuurlijk dus op het begin. Dan combineer je gewoon een paar stijlen. En dan tijdens dat je dat doet, kijk je naar de mensen. Altijd naar het publiek kijken. Hoe reageren ze erop? Dus als jij bijvoorbeeld deze opstaat. Ja. En iedereen die doet zoiets van. Hey, ja, wat is dit? Dan kan je die. Dan laat je dan wat meer achterwege natuurlijk. Ja, precies. Maar die zou ik dan wel in combinatie doen. Ja, en als ze dan dit doen en je ziet iedereen dit doen. Nu doen is een set creëren waar je eigenlijk een extase maakt in jouw DJ-set. Dus je begint laag en je gaat... Precies. En dat deden we net even met deze twee muzieksoorten. Het is lekker op het strand. En we gaan steeds sneller. Tot aan... En dan kap je meer af. Tot echt de climax. En dan ga je gewoon terug. En dan kan je gewoon van alles draaien. Dus je kan ook na echt een climax, kun je daarna gewoon een ballet trainen. Ja, want dit soort muziek, dat zijn natuurlijk hele rare noottijden. Ja, klopt. Melodie, hè? Ja. Dus noten, dat is... Ja, melodie. Ja, klopt. Het klinkt eigenlijk, als je het zo opeens zo hoort, dan denk je, ja, wat ben ik nou naar luisteren, ja, toch? Ja, precies. Maar doe je het met een vleugje van herkenbaarheid... Dan wordt het leuk. Dan kan het. En zo kun jij gewoon de creativiteit hierin kwijt. In Kaam is onlangs een bijzonder museum geopend. Het Acht van Kaam Museum. In dit museum wordt de rijke historie verteld rondom deze Acht van Kaam. U kunt het vinden bij Café Het Kaamse Wapen te Kaam. En het is onlangs geopend door rondespeaker Kees Maas... Mart Verhees, Rini Wachmans en Teun van Vliet. Het is een lange koers geweest met veel draaien en keren om er in wielertermen te blijven. Regelmatig wat tegenwind, maar uiteindelijk is het toch zover gekomen dat er een prachtig museum is opgebouwd, is ingericht door Mart Verhees. Dames en heren, genodigden, comitéleden, commissieleden, belangstellenden. Wij zijn inderdaad onder de indruk van... hoe het een en ander is gelopen.
Ik zal nog even aan het roer blijven als je iemand chartert om dat cadeautje even op te halen. Want daar moeten we maar mee beginnen. Het is namelijk een gesigneerd wielertenue van Andy Slek. Zo, geweldig. Niet de eerste, de beste uiteraard. Duizend mensen gemiddeld hier in Kamp, die krijgen allemaal een keertje dorst. Dus wat dat betreft mogen we eigenlijk niet mopperen. En jij wil ze wel van die dorst af helpen? We doen ons best. Ik ben van gisterenmorgen 7 uur wakker. Tot vanavond? Tot vanavond. 8:30, 9:00. En dan een half uurtje nakeuvelen. En dan, ga je zelf een stukje fietsen? Maar dan snel naar bed denk ik. Dan wordt die aardig wel gedronken. Waar laat je nou al dat bier? Zal ik dat eens even laten zien? Ja. Ja? Hoeveel liter is dit? Dit is bij elkaar 4000 liter. Hoe lang doe je daar nou normaal gesproken over om dat op te krijgen? 6 tanks. Dan praten we toch over 12 weken. Gemiddeld een tank in de 14 dagen, dat hangt van een heleboel dingen af, maar dat is eigenlijk een gemiddelde. Kortom, een dorstig festijn wel, dat wielrennen. Ja, het gaat iets sneller, hè? De handtekeningen gaan nu officieel gezet worden. Er is een microfonist verloren gegaan aan meneer Bolscher. Was van de generatie Kees Maas geweest, denk ik. Het niveau zeker wel, jawel. En voor de komende dag van Kamer gaan we voor de koers langs om de eigen commercial in te laten spreken. Dat is wel zo makkelijk. Dan kan er op de jurybus gewoon wat gedronken worden in de tussentijd. En wel fris dranken. Een botscherm. Een botscherm. Gaat er lekker langer doen. Geweldig. Ja? Alles in beeld? Ja, daar gaat ie. Kees komen! Ik sta hier bij Mart Verhees, hij is de oprichter van het museum De Acht van Kaam. Mart, allereerst gefeliciteerd met de opening. Dankjewel. Hoe ben je daar zo toe gekomen? 40 jaar geleden, ik ben 54 jaar, dus ik was 14 jaar. Toen ben ik eigenlijk begonnen met het verzamelen van flesjes. Want hier in Kaam stonden het allemaal vol tribunes, dus wij onder de tribunes flesjes schrapen. Ik kwam op een gegeven moment tribunekaartjes tegen van alles lag er op de grond. Dus dat was allemaal maar zoeken. En zo is uiteindelijk de verzameling begonnen. We zijn er ook mee grootgebracht met de Acht van Kaam. Het is een jaarlijks terugkerend evenement. En vroeger was het echt een hele belangrijke wedstrijd. Maar goed, ik ben toch in de loop der jaren steeds meer gaan verzamelen. En ik kwam er ook steeds meer achter dat er veel over de Acht van Kaam geschreven werd. Ook in andere wielerbladen, niet alleen tijdens de Acht van Kaam en dat het samenlags in de krant stond, maar ook in wielerbladen. En dat er nog uniek filmmateriaal was. En intussen heb ik al dit filmmateriaal in mijn bezit kunnen krijgen. En dat is natuurlijk wel heel uniek. Tot oude affiches en in steendruk. Dat is heel bijzonder. En zo ben ik daar eigenlijk mee begonnen met van alles te verzamelen. Is het natuurlijk wel een droom om dat hier te openen in een museum, zodat andere mensen het ook kunnen zien? Ja, die droom die is er al. Nou, al heel veel jaren, daar heb ik al zo lang mee rondgelopen. Hoe en wanneer gaat me dit lukken? Ja, we staan hier geleund tegen een hele mooie auto. Kun je daar wat over vertellen? Daar kan ik u echt wel wat over vertellen. Ja, deze is ook een monument. Dit is de ploegleiderswagen van Panasonic vroeger uit 1985. Dus dat is 27 jaar oud. En die werd vroeger overal ingezet tijdens de klassiekers en de Tour de France natuurlijk. En inmiddels heeft Teun van Vliet deze auto helemaal
op laten knappen. En ja, die heeft hem nu in zijn bezit. En die heeft nu een eigen Teun van Vliet Classic. En die wordt 29 april verreden. En ik kan ook nog zeggen, deze ploegleiderswagen is voor mij eigenlijk zelf ook wel een beetje uniek. Want ik heb vroeger heel veel in het wielrennen gezeten. En ik heb ook in deze wagen zelf vaak plaatsgenomen. Niet achter stuur, maar wel achterin als mechanicien. Dus dat is wel leuk, ja. Een persoonlijke vraag, fiets je zelf ook? Ik fiets zelf ook, ja. Ook al wel 35 jaar, denk ik. Dus je bent ook echt een wielrenner? Echte wielrenner. Maar om te beginnen, Maarten, van harte gefeliciteerd. Want het is voor jou, het is schitterend weer, maar voor jou is het helemaal een schitterende dag, denk ik. Want ik heb enigszins in de kantlijn meegekregen hoe lang jij al bezig bent om jouw collectie, laat ik maar zeggen, veilig te stellen en een echt plekje te geven in Kaam. En dat is vandaag dan eindelijk gelukt. En ik denk dat, dat de collectie het verdient, dat jij dat verdient. Maar ook dat de Acht van Kaam en Kaam het verdient. En daarmee ook heel de regio, de wielerminnende regio, om nog eens een keer heel nadrukkelijk al datgene wat jij bewaard hebt over de Acht van Kaam en over de wielersport, dat tentoongesteld gaat worden. Wil ik graag symbolisch een bloemetje overhandigen en daarmee jullie feliciteren met dit prachtige nieuwe pareltje, zittersloop-pareltje in Alphen van Kaam. Door, dames en heren. Het zijn de junioren die geweldig veel gas geven. De zaak wordt hier uit elkaar getrokken. De mannen hebben er zin in. Weer een punt voor de leidersprijs hier zojuist verdeeld. En alle groten zitten nog in het peloton. Succes, mannen. Het is niet uw vak, hè, dit? Nee, dit is mijn hobby. Ik ben journalist van mijn beroep. En dit doe ik er graag bij. Maar wat is er nou zo leuk aan? Leuk spelen met de mensen, een beetje entertainer zijn, mensen goede en gezellige informatie verschaffen en de renners ook uitstekend informeren over de dingen die zich allemaal afspelen hier op en rond het parcours. Daar komt ie, Kees Ayan. Oh! Oh! En ik ben ontzettend blij uiteindelijk dat het hier ook gekomen is, want ik denk dat er geen betere locatie is als Café aan de Meet. De renners starten al vanaf 1933 hier en finishen hier al vanaf 1933. Dus het Café aan de Meet en dan hier een echt wielermuseum, het Acht van Kaam Museum. Ik denk dat er weinig wielerwedstrijden in Nederland zijn die dat kunnen zeggen, die een eigen museum hebben. Daarachter nog, oké. Okay. Ik zal een voorbeeld geven, wethouder, hoe je de zaak ook kunt aanpakken. Ik mag jullie voorstellen, de rondemis van 35 jaar geleden, Anita Kaas. Anita, kom eens naar voren. 35 jaar geleden deelde zij de kussen uit. En ik wil graag Ad en Mart beide vragen, want de vrouwen hebben kussen gekregen. Maar de mannen krijgen ook kussen van de rondemis die het niet verleerd is. Ad de Beer en Mart Verhees, waar zijn zij? Rondemis van 35 jaar geleden, niet te geloven. Hallo, Anita. Dankjewel. En ze kan het nog steeds, kijk. En ze ziet er nog goed uit. Ze ziet er prachtig uit. Applaus. Dankjewel. Het was heet in de Acht van Kaam, snikheet. Een beetje verkoeling konden de renners dus wel gebruiken. In de slotfase ontstaat er een kopgroep van vier renners en het is de Rus Utsjakov die de wedstrijd gaat winnen. Tweede wordt de Belg Redant. Derde Den Bakker en vier Jos van Aert. 55 jaar geleden trapte ik op mijn fietsje vanaf de Etteleurse Klappenberg naar De Acht. Bewoners van Rijsbergen en Zundert maakten hun jaarlijkse uitstapje naar de koers van het jaar via de vochtbijvulstations als Moskus en de Vuile Handdoek. Ik ook eentje aan. Bueno, la gente, yo creo, siempre he reconocido el circuito de Kaam como el más conocido de Holanda ya el primer año que vine y desde entonces, desde los triunfos del año 83 en el Tour de Francia, he estado aquí todos los años. Para mí es una satisfacción. Kaam, qua traditie is dat een van de grootste criteriums van Nederland. En omdat ik hier 7 kilometer vandaan ben, is het ook wel voor mezelf belangrijk. Kom je ook wel eens om te winkelen bijvoorbeeld, of dat niet? Nee, ons dorp Balenassau en Balenherdog is zo groot. Dat ik daar nog hier zo wat nooit niet heen hoef. Krijg je vaak dat ik naar de koers toe moet.
richting Rijksweg. Dat is het enige eigenlijk. Is het als wielrenner een fijn criterium? Ja, het is een criterium dat heel iets anders is dan al de anderen, omdat het over een 8 gaat en over een 8-tal kilometers groot is. En andere criteriums zijn meestal 1 tot 2 kilometer groot. En dat verschilt eigenlijk hier wel. Je hebt minder rondjes en het rijdt iets makkelijker. Je was zuinig op je tribuneplekje en ging alleen van de zitplank af om handtekeningen van de profs te scoren op je programmaboekje. En na afloop van de wedstrijd trapte je zo snel mogelijk naar huis, omdat je de winnaar van de koers wilde imiteren. En ondertussen dacht je dat de omroeper met dienst jouw naam nog in de oren aan het toeteren was. En dan gaan we ons opmaken voor de finish. En dan is het Gert-Jan Teunissen die het kopgroepje ver achter zich laat en wint. Van Poppel wordt tweede. Nijdam, Orsau, Rooks, Van Rijen en Van der Pas en Hanegraaf komen daarna over de streep. Nou Teun, we staan hier in het museum van de Acht van Kaam. Jij hebt dikwijls Acht van Kaam gereden natuurlijk, dus voor jou is er heel veel bekendheid natuurlijk. Wat is jouw eerste indruk van het museum? Heel mooi, heel mooi. Roep het herinneringen op? Ja, ja. Ja, dan 1984 en gereden, dan 1985, 1986, 87, 89. Als ik me goed kan herinneren, heb jij volgens mij hier ook niet alleen met de fiets, maar ook nog een keer met de motor gereden. Kan dat? Ja, ja. Dan ja. Begin 90. De 8 was voor mij. Beelden in het 8 uur televisiejournaal van de NOS. De 8 was voor mij. Proberen Theo Komen te doen vergeten tijdens het verslag vanaf de motor. De 8 is voor mij. Niet vergeten Mieke de Jong te kussen. Want zij is rond die dag jarig. Pak je kans, Keesje. De 8 is voor mij weten wanneer je wel of niet op vakantie kan. Maar vooral blijft de 8 een koers die iedereen graag wil winnen. Van Jan Jansen tot de hier aanwezige Rini Wakmans. In de schaarse momenten van rust die een wielerkampioen in het hoogseizoen overblijven, geniet Jan samen met zijn vrouw van de brieven vol bewondering en waardering waarvan er vele uit het buitenland komen. Bij de felicitaties die Jansen zeer hoog schat is die van Hare Majesteit de Koningin. In de vele geschenken die jongeren vaak eigenhandig vervaardigden, stond de gele trui veelal in het middelpunt. In deze tijd verlaat Jansen geregeld zijn woonplaats om uit te komen in wedstrijden. Zoals bijvoorbeeld in de 8 van Kaam op woensdag, waar het een volksfeest is en waar Jan Jansen wordt gehuldigd door, zegt men, wel 100.000 mensen. Er is één renner die niet wenst mee te werken aan dit feest van de toerwinnaar. Gefeliciteerd. Dankjewel, dankjewel. Ik ben er ook heel blij mee en heel trots op. Maar ik ken natuurlijk de historie van de jaren 33 tot en met nu ongeveer. En Kaam is een van de mooiste evenementen van Nederland. Na Kaam heb je de Amsterdam Gold Race en nog wat andere wedstrijden. Ja. Maar Kaam heeft er altijd toe gedaan. Ja. Rini, ik wil even vragen of wij even naar 1968 gaan, naar dat moment toe. Rini Wakmans is verbolgen over een uitspraak die Jansen in de krant heeft gedaan en klopt de toerwinnaar in de 8 van Kaam. In plaats van een voorstander werd ik tegenstander van Jansen, omdat hij dus een uitspraak deed in de krant dat ik nooit geen wielrenner zou worden. Want hij zei namelijk in een krant, Stevens, Krekels en Wakmans hebben het niet. En dat was voor mij een reden om iedere keer als ik met hem fietste te laten zien van sorry Jan, maar je hebt je vergist, want ik ben wel wielrenner.
Ja, Kaam was voor mij iets. Kaam, die wilde ik als ik er naartoe ging, wilde ik winnen. En bij toeval was Nederland helemaal op zijn kop gezet door Jan Jansen. En ik was te jong om te begrijpen dat dat belangrijk was voor Jan Jansen en Kaam. Dus ik won die dag. Niet slim. Dat wou ik net zeggen, dat was achteraf niet slim gezien, maar ja. Maar het was wel verdiend, maar niet slim. Ja, precies. Ja. Dus dat was toch wel een bijzondere overwinning toen, hè? Ja, als ik geweten had toen wat ik nu weet, dan had ik het publiek die overwinning aan Kamer en aan Jansen gegund. Want het punt is namelijk dat ik dacht dat het belangrijk was, maar Kamer vond het belangrijker dat Jan Jansen die dag won. Ja, want dat blijkt ook uit deze foto, niemand met zijn handen omhoog. Er staat er wel eentje zo. Ja, verbazingwekkend, hè? Ja. Iedereen was ervan overtuigd dat Jansen niet te kloppen was. En ik klopte Jan op van ja, misschien een kinderlijke eerlijkheid, maar er was niks gemeens aan. Dus. Daarom, maar goed, zo gaat het ook vaak in de wielersport natuurlijk. Het is wel fijn dat het hier op de tentoonstelling staat ja. En dat het verhaal nog verteld kan worden. De komende zondagen zijn wij in ieder geval open. En dan zijn we ongeveer open van 11 uur tot 5, 6 uur, is maar net hoe dat het met het publiek gaat. Verder is de bedoeling dat alles op afspraak gaat. Er zijn wat vrijwilligers die dat willen doen. Dus dan, kijk in Kaam, we hebben 3800 inwoners en in het hoogseizoen zijn 10.000 toeristen in Kaam. En daar wordt toch regelmatig naar gevraagd om iets meer over de Act van Kaam. Nou ja, die mensen kunnen hier een afspraak maken en als ze iets meer willen weten over de Act van Kaam, dan kan dat. Jullie hebben ook een website? We hebben nog geen eigen website van het museum. Maar we hebben sinds binnen nou en een paar dagen gehad de nieuwe website van de Act van Kaam in de lucht. En daar wordt voorlopig ondergebracht. En daar kunnen de mensen al bekijken van hoe en wat. Nou wil ik op een zondag en dan moet ik ergens naartoe bellen als ik het museum wil bezoeken? Ja, dan kunt u mij bellen. En dan kunt u bij mij een afspraak maken van ik wil graag het museum bezoeken. Nou, dat kan. En dat kan ook voor bedrijfsuitjes of wat dan ook. Hier komen heel veel wielertoeristen en die kunnen er allemaal gebruik van maken. Het is de bedoeling dat we het echt uit gaan baten. Ook hier in de Kaam de scholen bij gaan betrekken, de ouderen. Echt, het is ook een Kaams gebeuren en daar willen we echt... En wanneer is de Act van Kaam weer? De Act van Kaam is 25 juli. Tijdens de Act van Kaam is het wielermuseum ook open. Dus dan zullen er helemaal veel mensen komen, denk ik. Ik denk het wel, ja. Dus. Tot zover het museum. Buiten het bloemencorso zal Breda in Beeld TV dit keer ook een verslag doen van de Act van Kaam. Gaan we verder naar ons volgende onderwerp en dat gaat over RSL & Partners. RSL & Partners, een bedrijf gespecialiseerd met alles op gebied van licht en geluid. Onze verslaggever Jan ging op de open dag een bezoekje brengen en heeft een gesprek met Ronald Schluter. Tegenover mij zit Ronald Schluter. Ronald... eigenaar en directeur van RSL. Ronald, kun je mij vertellen wanneer je bent begonnen met RSL en wat is de achtergrond hiervan? In 1991 zijn we begonnen met RSL. Dus dat is al een behoorlijke tijd. En we zijn begonnen omdat ik al vanaf mijn 13e in deze wereld zit. En wat wij doen is het volgende. Wij leveren audio aan de professionele industrie. En daar zijn we mee begonnen met luidsprekers, frontplaten, versterkers, mengtafels. Dat is eigenlijk het belangrijkste wat wij doen. Vooral ook luidsprekers voor de industrie. Nou, dat is heel vervelend. En daarbuiten zijn we toen we een aantal jaren die spulletjes hadden verkocht, zijn we in verhuur gegaan. Eigenlijk zijn we in verhuur gegaan om onze spulletjes die we de luidsprekerboxen en versterkers die we verkopen om die meer te promoten naar buiten. Maar dat verhuurbedrijf is zo de mate uit de hand gelopen totdat ook een miljoenenbedrijf is geworden. En in deze tijd momenteel is het heel moeilijk om een verhuurbedrijf en verkoop en er gaat zoveel geld in. Dus wij hebben besloten om de verhuurtak samen met iemand te gaan doen. Dat is ProNorm uit Helmond. Rob Roos is een goede vriend van mij en ik heb een beetje de problematiek met hem besproken. En zodoende heeft hij de verhuur voor het grootste gedeelte over. Ik ben er nog een stukje eigenaar van.
Maar we hebben besloten om dat, want ik word dit jaar 61, dus ik moet een beetje af gaan bouwen. Want in verhuur zit toch een hele grote spanning en actie en dag en nacht aan de weg zijn. Dus je moet constant overal bij zijn. Als je er niet bij bent, dan kost het gewoon geld. Dus daarom heb ik besloten dat aan ProNorm over te doen. En daar zijn we dit jaar mee begonnen. Ronald, je vertelde net dat je vanuit de verhuur licht en speakers, dat je op een gegeven moment bij het Station Radio bent gekomen, om dat te promoten. Hoe ben je daar tussen verzeild geraakt in dat clubje? Nou, we zijn bij Endemol gekomen omdat we ons product promoten. Zijn we met vier speakers begonnen in de Efteling. Toen had je nog die hele grote container met dat geld bovenop en die kluisjes aan de voorkant. Daar zijn we dus met vier speakers mee begonnen. Nou, toen we dat een jaar of twee gedaan hadden, zijn we verder gegaan in die wereld. En toen zijn we grotere shows gaan doen voor de Staatsloterij. We hebben vrienden en daarna vroeg de producer Peter Adrich aan mij van de rond, zou je ook nog twee programma's voor mij willen doen? Ik zeg, ja, die wil ik wel doen. Ik had die programma's nog nooit gezien, maar we stonden ineens voor een grote situatie. Dus we hebben gewoon ook de vrienden van Amstel Live zijn we toe gaan doen. Maar dat deden we uit de kroeg vanuit Amsterdam. Zijn we heel laagdrempelig mee begonnen. Maar we hebben daar wel een investering in moeten doen van 350.000 gulden toen. En zodoende zijn we in allerlei soorten shows en dingen gekomen. En wat we ook nu nog doen, maar tenminste we hebben dat nu overgegeven aan ProNorm. Maar we hebben de Staatsloterij. Ik heb de film van André Hazes gedaan. Benidorm hebben we gedaan. We hebben Ahoy gedaan. Dat hebben we samen met een vriend van mij gedaan. Want ja, in onze wereld is het toch een beetje een vriendenwereld. Dat verhuur, want ons kent ons. En zodoende kom je ook van het een in het ander. We hebben ook beachvoetbalvolleybal gedaan in Aruba. Dat hebben we 4 jaar gedaan. Dan gingen we met 5, 6 containers gingen we naar Aruba toe. En dan deden we daar die show maken. We bouwden een stadion vanaf de eerste zandkorrel tot aan de laatste podiumdelen, licht en alles maakten we daar die hele show. En dat was hartstikke leuk. Maar dat is ook niet meer, want ja, dat is te weinig geld om dat soort shows uit het buitenland te doen. Maar het was heel leuk om te doen. En nu doen we allemaal nog kleinschalige dingetjes en grote dingen. Ik heb 2 jaar geleden nog Corrie Konings gedaan hier in Breda. Die kon het eerste ding niet rondkrijgen. Toen heb ik gezegd, nou dat doen wij dat. En daar hebben we een geweldige show van gemaakt. 40 jaar Corrie Konings hebben we ook gedaan. En daarbij werken we al met losse artiesten. Margriet Eshuis werken we mee in theater, 80 keer per jaar. En zo zijn er nog meer artiesten waar we dus geluid voor doen. Ronald, je vertelde ooit dat je ook drummer bent geweest. Is dat bij een bekende groep geweest? Ik heb altijd met Litouwers gewerkt. Dus
Ik heb dat 25 jaar gedaan. Want ik doe het al vanaf mijn 13e jaar, muzikant zijn. En dat is ook heel fijn om muzikant te zijn, want dan weet je toch een klein beetje hoe de wereld werkt. En ik heb met Litouwers gewerkt, Ben Kramer, Saskia en Serge, allemaal in die tijd. Ik heb het 25 jaar gedaan, daarna ben ik gewoon met mijn zaak verder gegaan. En je kan toch geen 10 dingen tegelijk doen, want ja, dan is het een of het andere gaat fout. Dus maar dat muziek maken, dat is heel goed voor je lichaam en voor je leven. Want als het wat minder gaat, dan heb ik thuis een drumstel staan. Zet ik een beetje muziek op en dan ga ik er weer zitten drummen. En dan ben ik na, ja, nou, 10 minuten, 20 minuten heb ik dat toch wel weer heel leuk voor elkaar. En dan is, want muziek maken is voor elk mens, als je niet van muziek houdt, zou ik zeggen, ja, heb je toch wel een probleem ergens zitten. Ik kan niet zeggen waar, ik ben een psycholoog. Maar muziek maakt je vrolijk. En tenminste bij mij. En ik denk van bij vele mensen, want als je wat heb en je maakt muziek of je luistert naar muziek en de muziek sta je aan, dan is dat heel leuk. Ja, dat kan je stemmingsgevoel beïnvloeden. Ja, dat doet het. Dit is inderdaad, je stemmingsgevoel is daar heel belangrijk in. Helemaal, ik voel me van mij. Ja, toch. Ja, de open dag, in teken van. Kun je mij dit uitleggen? Ja, en we zitten nou, dus we zaten op de Minerve. Daar zijn we, dat pand hebben we verkocht. En we hadden eerst 2 panden op Minerve. En we wilden naar 1 locatie toe met alles in 1. Want dan heb je controle. En de laatste jaren zijn we toch wat dingen verloren gegaan. En ja, we hadden helemaal geen controle. Dus we zijn van 600 vierkante meter nu naar 1800 vierkante meter gegaan. Met een groot buitenterrein. En we zitten hier fantastisch. Ik vind het Steenhakken is een van de mooiste nieuwe industrieterreinen van Breda. Dat vind ik wel echt heel fijn. En we zitten hier ook heerlijk. Dus het is ook een beetje, ja, we zitten hier ook ontspannen. We hebben de ruimte, we kunnen alles parkeren. En op de Minerve hadden we altijd problemen. We hebben zelfs een bekeuring een keer gereden omdat er te veel auto's in de straat stonden. Dus wij zijn heel blij hier op de Hoeksteen. De verhuizing staat ook in het teken van iets anders. Hè? De verhuizing, ook jullie werkzaamheden zijn veranderd. Kun je daar iets over vertellen? Ja, de werkzaamheden zijn zo veranderd dat RSL nu alleen maar verkoopt. Dus we verkopen geluidssystemen voor hotels. Horeca gelegenheden, scholen,
En ja, kijk, stadions, dakstadion, het geluid wat daar hangt is ook van ons. En zo hebben we nog een stuk of 10 stadions in de Benelux die we gedaan hebben, die allemaal onder het konto vallen. En dat is ook leuk, gewoon. En voor de rest, ja, de verhuurtak is wel heel jammer, maar is toch heel arbeidsintensief. En de club die nu is gekomen, gaat ook uitbreiding geven. En dat zullen ze in Breda in de toekomst wel gaan zien, dat we hier meer licht gaan geven als wij gedaan hebben. Dus ik hoop ook dat hun daar een geweldig succes van maken. Ik denk dat het voor het Stad Breda Pronorm, dat er van een uitkomst zal gaan worden. My everything, everything. You're my everything, baby, you're my everything. My everything, everything. Goed, ik wil je bedanken voor je gesprek. Wil je verder nog iets kwijt? Nou, ik vond het leuk om dit te doen. Ik wens jou ook veel succes met je programma, want dat is ook wel hard nodig in deze tijd. Want je kan wel willen produceren en willen doen, maar er gaat toch veel energie en in dit verhaal zitten. Dus ik wens ook jou met je programma veel succes. En ik probeer het nog 4 jaar vol te houden, een beetje aan te knurbelen. En dan hoop ik het voor gezien te houden. Maar ik wens jou heel veel succes met je programma. Oké, dankjewel Wilhelm. In deze aflevering van het Roer Om zien we onze presentatrice Mirjam Goos in gesprek met Mieke Driessen. Zij is de uitvinder van de Foomp. Als u wilt weten wat dat is, dan moet u zeker eventjes kijken. Je zit hier in de Speelhuislaan. Is het een werkplaats van verschillende kunstenaars? Ja, ja. Dit hier Kop en hier zitten verschillende ontwerpers, grafische ontwerpers, verschillende kunstenaars. Ja. Leuk. Dus jullie hebben allemaal je eigen ruimte hier in huis? Ja. Ja. En deze ruimte deel je nog met een andere kunstenaar? Ja. Oké. Okay. Die deel ik met Lisette. Dat is wel gezellig. We werken samen. Ja. Ja. Jullie werken ook samen aan projecten? Soms een keer. Het is de meeste keren dat we apart werken. Maar soms een keer als het uitkomt, dan werken we samen. Oké. Okay. Ja, leuk. Kan je eens vertellen wat je hier allemaal hebt staan? Wat ik hier heb staan? Nou, vooral zijn het Foomps. Ja. Dat is wel echt een garage aan het worden, hè? De Foomps. Ja, zo noemen ze het. Ja. Hoe is de Foomp ontstaan? Hij is nu 5 jaar. Hij is ooit ontstaan als een cadeautje voor een vriendinnetje. Wat leuk. Ja, want je hebt hem een keertje gemaakt, zelf ontworpen. Eigenlijk bij toeval is hij zo groot geworden, toch? Ja, ja. Okay. Toen een keer gemaakt en toen was het zo leuk. Toen waren er 5 bij elkaar, dus een soort van familietje. En toen vonden ze zo leuk dat ik er meerdere ben gaan maken. En toen de exposities mee gaan doen en wereldjes gaan bouwen. Leuk. En steeds meer naar de kinderwereld, dus dat kinderen ook mee gingen wereldjes bouwen. Ja. En zo leeft het. En inmiddels kun je de Foomp op meerdere plaatsen in de wereld ook spotten, hè? Hoe is dat eigenlijk zo ontstaan? Ja, ja, dat is ook via Hanneke, waar de eerste Foomp... Die de eerste Foomp zat, die nam ze, plakte ze in de auto en die ging op vakantie en stuurde me een foto. En toen waren eigenlijk de eerste reisfoto's ontstaan. En toen gingen steeds meer mensen ze meenemen, foto's sturen. En toen hebben we er echt een groot project aan gehangen en een website gebouwd dat mensen ze kunnen uploaden. Dus dat het echt... Hoeveel mensen of hoeveel landen zijn er inmiddels al bezocht met Foomp? Hoeveel precies weet ik niet, ik denk honderden. Ja, jeetje. Ik ben even de tel kwijt. We zijn wel een plan om het via Google in kaart te brengen. Ja. Dus waar ze precies zijn geweest en wat we nog kunnen doen om echt elk land verfoemd te hebben. Grappig, ja. Dus, Oh, leuk. Mm-hmm. En we gaan zo meteen zelf ook aan de slag met een foemp? Ja, we gaan wel zelf een foemp maken. Nou, ik ben heel benieuwd. Leuk. Ja. Nou, ik heb je naam bij een bekende zoeksite ingetoetst en er kwamen maar liefst 105.000 resultaten uit. 105.000. Je hebt echt al heel veel werken op je naam staan, hè? Ja. Wat zijn een beetje de allergrootste dingen die je hebt gedaan? De allergrootste? Met Foomp bedoel je? Ja, of andere projecten? Met andere projecten. Ooit voor Plint, dus posters voor Plint gedaan. En die worden nog steeds verkocht en zo. En die slaan ik aan met gewoon blijven zitten. Blijven zitten. Ja. Ja.
Ja, dat Foomp dan op Sesamstraat was met een filmpje. Dat is ook wel een hit. Ja. Welke grote? Ja, voor kindereducatie, dus voor Malmberg, Zwijze, Noordhof. Dus van allerlei boeken. Ja, dus voor basisscholen, methodes ja. die je geïllustreerd ja. hebt. Ja. Leuk. Maar dat gewoon als werk als illustrator. Ja. Het is wel heel gevarieerd, hè? Ja. 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 Wat vind je nou eigenlijk het allerleukste om te doen? Het allerleukste? Ja, het moment met kinderen en zo. Dus, ja, leuk bedacht. Wist je van jongs af aan eigenlijk al dat je illustratrice wilde worden? En niet illustratrice, maar wel iets waar je met vreubelen en kleuren en dingen maken. Dus, als het maar creatief was? Ja, als het creatief was. Ja. Want als kind kon ik nooit stilzitten, dus ik was ook een beetje hyper. Dus ja. Ik moest altijd bewegen of bezig zijn. Oké. Okay. Ja. Ja. En had je ook altijd al hoge cijfers voor de creatieve vakken op school? Ja. Ja. Dus het zat er echt dat wel vroeg in? Ja. Ja. Kom je ook uit een creatief gezin? Ja, mijn moeder was coupeuse naaister. Dus die kon heel goed weg met stof. Dus ik leerde ook al snel hoe je met stof en de naaimachine overweg ging. En zo. Ja. En dat vond ik erg leuk. Nou, zullen we aan de slag gaan? Ja, is goed. Ja? Ja. Ja. Zullen we een voet maken? Welke kleur wil je? Ik wil wel een blauwe. Wil je een blauwe? Okay. Ik heb ze al voorgenaaid. Oh ja, dat is wel makkelijk. Ja. Kun je zien wat je knippen? Dan kun je er eentje uitknippen. Ik ben een stuk minder creatief dan jij, dus daar ben ik wel blij mee. Je mag het ook op de naaimachine doen, hoor. Wil ik er eentje meemaken? Een groene. Bedoeling dat ik er zo omheen knip, hè? Ja, ja. Dat gaat nog wel eens fout. Dat kinderen denken dat ze op het lijntje moeten knippen. Oh ja, ja, dat is niet zo handig. Dan knip je het open. Ja. Kan je gewoon erin knippen. Doe het laatste. En die kan je gewoon, ja. Oh ja, ja, het is gewoon één. Ja. Oké. Okay. Ik zag op jouw website en je webblog dat je echt heel veelzijdig bent. Hè? Je houdt je niet alleen maar bezig met het tekenen, niet alleen maar met de foams. Maar je houdt ook van acrobatiek, las ik zelfs. Ja? Je bent weg van het circus? Ja, ja. Maar volgens mij komt dat uit omdat ik zelf gewoon heel bewegelijk ben. En als ik acrobatiek en dans en zie, dat ik daar in meega of meedoe. Dus, ja. Maar het is ook leuk om dat af te wisselen. Want alleen maar illustreren en dan zit je alleen maar in je atelier en stil. En, ja. Ja, die afwisseling is... Oké. En wat is je favoriete onderdeel dan in het circus? Het zweven, nee, het op elkaar stapelen. Oh ja. En dan is de start gemaakt. Oogjes zoeken voor je. Ik ben blij met jouw voorbereiding. kunnen we het eerst vullen? En heb je ook nog andere hobby's? Andere hobby's? Nou, het creatieve en het knutselen is mijn grootste hobby. Ja. En de rest hou ik van gewoon wandelen buiten en buiten zijn. En het vriendenpad. Ja. Mm-hmm. Zo breed kan ja, het niet maken. Dus je kunt van allerlei vormen aannemen. Oké. Dat is ook een eigenschap van Foomp. Leuk. Als ze maar witte oogjes hebben. Ja. Nodig hebben een onderkantje, dus het reststofje kun je gebruiken. En dan knip ik altijd dit een stukje af. Ja. Totdat die wat steviger staat. En dan kun je met lijmpistool lijm eronder doen en het hier opplakken. Oké. Okay. Wat wil je dan nog? Dat is zo Thank you.
kerel die heeft een heel fotoproject op school gedaan. Door een kussen of iets te pakken met twee ogen. En die hebben ze overal in de Foom gefotografeerd. En een PowerPoint presentatie van gemaakt. Grappig. Ze hadden tijdens de prijsuitreiking in de Geus hadden we die ook laten draaien. En er kon uiteindelijk ook een prijs gewonnen worden? Ja, ja. Kinderen hadden prijs gewonnen. En die werd dan uitgereikt door de grote Foom. Die in hetzelfde muziekje, dus van Jean-Jacques Paré, binnenkwam. Kunnen we die grote Foom vandaag ook nog te zien krijgen? Dat zou goed kunnen. Ja, dat willen we wel. Ja? Ja. Zullen we hem dan halen? Ja, dat is goed. En daar is de grote Foom. Project op de Jacinta school gehad. Dat was trouwens ook wel leuk. Toen heb ik op zo'n hele grote bal gelopen. Oh, ja. Ook leuk. Ja. Dat soort dingen vind ik ook allemaal wel leuk, ja. En dan kan ik dan een keer ook flink dicht sloep. Ik vind nu wel heel relaxed gaan trouwens. Oh. Echt, ja, ik ook. Heel gemoedelijk. Ja. Bijna finishing touch, want dan heb je foom, maar dan kan je hem nog verfoompen en je eigen persoonlijkheid maken. Dus, oké, okay. Nieuw werkwoord, verfoompen. Ja. Meestal gebruiken we afvalmaterialen en oud kinderspeelgoed om armpjes, beentjes of een capeje of een kroontje van alles te maken. Ik doe het eerst tegen elkaar aan en dan lijm erop neer. Heeft Foom ook zijn eigen muziek? Ja, Foom heeft ook zijn eigen muziek. Wat we vaker met Foom evenementen gebruiken en Foom dingetjes is de muziek van Jean-Jacques Paré. En hij is een Zwitserse muzikant. Hij is in de 80, maar hij maakt echt enorm leuke, vrolijke elektromuziek. En dat past enorm bij het Foompje en het poppetje. Oké. Okay. Leuk, ja. Dankjewel voor je tijd. Ja. Ik ga je zeker volgen. Ja. Heel veel succes met de rest van je carrière. Dankjewel. Dat was alweer ons laatste onderwerp van vandaag. Dank weer voor het kijken naar Breda in Beeld TV. U kunt de uitzending bekijken tot en met zondag 4 uur. Mocht u nog een onderwerpje terug willen zien, dan kan dat altijd via de website www.stadstvbreda.nl. Dank voor het kijken. Graag tot de volgende keer.